dat was het derde deel uit het trompetconcert van Franz Josef Haydn. En fantastisch gespeeld door niemand minder dan Melissa Venema. Dat was een tijdje geleden in de Christelijke Kathedraal en hier zit ze op de bank. Goedemorgen. Goedemorgen, Jan. Leuk dat je er bent. Ja, heel leuk. Weet je, het is zo leuk om met jouw herinneringen op te halen. Want de allereerste keer was je nog een heel klein, jong, onschuldig meisje die bijna niemand kende. Waarvan iedereen zei, en vooral je vader en je moeder, ik kan zo goed trompet spelen. Je moet een keer een oude vrouw halen, want daar kijken we elke zondag naar. Nou, dat hebben we gedaan. En ik was onder de indruk. En we zijn een aantal jaren later, 5 jaar later, en nu ben je een wereldberoemde trompetiste. Net gespeeld 5 keer of 6 keer in de Royal Albert Hall in Londen. Klopt. Nou, ja. Het was fantastisch. Ja. Ja, een hele ervaring. Word je er zelf stil van wat je allemaal meemaakt in je leventje? Het gaat wel 17, heel erg hard opeens, 17, ja. Nee. Maar ja, ik ben 17. Zo. En maar het is fantastisch. Ja. Ik vind het leuk om druk te zijn. Ik hou het graag zo. Ja. Wat is het allergrootste hoogtepunt geweest als je terugkijkt in je jonge carrière? Mijn jonge carrière was dat met André Rieu. Heb ik 14 concerten mee mogen doen. En dat was wel een hele grote eer, ja. Ja. Er zijn heel veel muzici over de hele wereld. En als je dan vraagt, waar komt je talent vandaan? Dan zijn ze nou hard oefenen en het zat erin of wat ook. Waar heb jij je talent vandaan? Van God, dat weet ik heel zeker. Ja, echt een gave die ik van hem heb gekregen, ja. En? Kun je overeind blijven te midden van alle, nou ja, je bent nu beroemd, cd's, televisieoptredens in binnen- en buitenland. Hoe kijk jij tegen succes aan? Blijf je gewoon Melissa? Ja, ik blijf zeker gewoon Melissa. En ik vind het echt helemaal niks om naast mijn schoenen te gaan lopen. Ik hou echt niet van arrogantie. Nee, dat is echt wel het laatste waar ik aan denk. Zo? Ja. Want heel veel mensen worden over het paard getild. Je ziet er een heleboel. Ja, ja. Daar heb ik echt een hekel aan. Ja. Ja, ik vind het zo leuk, want ik kom je regelmatig tegen. Laatst was een optreden van de Spaanse Rijschool in Rotterdam. En daar stond je ook weer geweldig te spelen. En iedereen was in vervoering. En zo kom je natuurlijk overal. En het leuke is, en dat weet nog bijna niemand, dat je genomineerd bent voor iets heel bijzonders. Ja, ik ben genomineerd om bij de inhuldiging van de koning te spelen. Dus dat is echt ontzettend spannend. Nee, maar Prins Willem-Alexander. Ja, ik verwacht maar niet te veel. Nee, je weet het nooit. Nee, maar ja, je ook weer een droom natuurlijk. Ja, hè? Zeker. Dream ja. Your dreams. Ja. Want je hebt al een paar keer voor Koningin Beatrix gespeeld. Ja, klopt. Ja, ook heel bijzonder natuurlijk. Klapte ze enthousiast? Ja, ik heb er zelfs nog gesproken en ze wenste me heel veel succes met mijn carrière. Dus dat, dat vond ik echt heel lief. Binnenkort, vind ik erg leuk, ga je optreden met een echte Sir Cliff Richard. Waar is dat? Op het Hampton Court Palace Festival. Met de Royal Philharmonic Orchestra. Ja. Zo, ja. Hele eer. Ja. Ik zit al de hele tijd te kijken naar een heel bijzonder instrument wat ik eigenlijk niet zo goed ken. Het is een soort trompet. Ja, dit is een barok trompet zonder ventielen. Hij is helemaal langwerpig. En je kan er maar een paar tonen op spelen. En hier zal ik op spelen met het Hampton Court Palace Festival, de Posthorn Galop. En alle drie de delen van Haydn, trompetconcert. Op deze trompet? Nee, dat is alleen de Posthorn Galop. Oh, oké. Okay. Ja. Hoe kom je aan deze trompet? Toch niet op een antiek markt gevonden? Nee. Deze is 200 jaar oud, dus heel erg uniek. En van een vriend gehad uit Engeland. Ja. Ja. Wat leuk. Ja. Nou, ik ga toch vragen, wat is jouw droom? Ja, mijn droom blijft eigenlijk spelen met beroemde orkesten. En vooral staat bovenaan bij mij het Concertgebouworkest. En dat is een hele grote droom. En dat is nog niet gebeurd? Nee, wel met het koperensemble van het Concertgebouworkest. Dus dat vond ik ook al geweldig. Maar ja. Het liefst nog met het hele grote orkest. Wat ik leuk vind is dat jouw ouders je heel veel begeleiden op je concerttournees door de wereld. Ja, het is handig en ook gezellig om overal alleen heen te gaan. Ik laat hun nog ook mooi meegenieten. Ja. Nou, is er ook een tragedie in jullie familie? Want je hebt een zusje die, terwijl jij overal komt, eigenlijk helemaal niks kan. Ze is dubbel gehandicapt. Ja. Vertel eens wat van. Ze heeft het locked-in syndroom. Ze is helemaal verlamd van top tot teen. Ze kan alleen haar linkerhand bewegen. Daar typt ze dan mee met een spraakcomputertje. En voor de rest kan ze helemaal niks. Tjoh. Ja. Is wat. Heb je daar verdriet van? Ja, dat is wel heel verdrietig. Ja. Ja. Maar je kunt wel met haar communiceren. Ja, we WhatsAppen, sms'en, gewoon Facebooken. Het gaat nog allemaal, maar wel heel langzaam. Want haar verstand is heel goed. Ja, verstand is prima. Ja. Wat moet dat wat zijn? Je zusje opgesloten in een lichaam wat niks kan. Ja, maar ik ben wel heel trots op haar, want ze heeft ook een boek geschreven. Deed ze een jaar over met één vinger. En dat is echt een prestatie. Ja? Vertel daar eens wat van.
Ja, het heet Gevangen in mijn binnenwereld. En ja, dat beschrijft ze haar leven. Ik hou heel erg veel van haar en ze steunt me ook heel erg met concerten en ik steun haar. Dus we hebben het gewoon altijd gezellig, gewoon echte zusjes ook. Thuis kijken jullie, als je niet op tournee bent, naar Hour of Power. Je bent een trouwe kijkster al vanaf een klein meisje aan. We hebben het net over een gehandicapte zusje gehad. Je hebt ook bewondering voor iemand die regelmatig spreekt in de Crystal Cathedral. Nick Vukovic, de jongen zonder armen en benen. Ja. Wat vind je van hem? Ik vind hem helemaal geweldig. Echt een enorme inspiratie ook voor mensen. Ja. Nou, als je weer in Amerika bent, dan zorg ik dat je hem gaat ontmoeten. Super. Je gelooft in God. We hebben net Pasen gevierd vorige week. Wat betekent dat voor jou? Dat Jezus aan het kruis is gestorven, opgestaan. Ja, ik geloof er zeker in met heel mijn hart. En ja, ik hoop zeker dat er ook steeds meer mensen dat gaan geloven. Ja. Waarom is dat belangrijk voor je? Want heel veel tieners van jouw leeftijd die zeggen, nou ja, geloof, niet voor mij. En jij bent er juist heel sterk in. Ja, ik verdiep me daar natuurlijk heel erg in, omdat ik ook dat talent heb gekregen. Dat komt je niet zomaar aanwaaien, dat besef ik zeker. Ja. Ja. Als je denkt over het leven van Jezus, wat vind je het mooiste? Ja, dat hij voor ons is gestorven natuurlijk. Dat hij dat voor ons over heeft gehad. Ja. 2000 jaar geleden liep hij hier rond op aarde. Wat vind je het mooiste wat hij gedaan heeft? Alles. Kijk. Ja. Ja. Melissa, ik wil je graag een cadeau meegeven. Je weet, iedereen die hier op de bank op visite komt, die krijgt wat mee. En ken je dat? Nee, ik ken het niet. Nou, kijk, dat is het grote boek. Hier heb jij gestaan. Zie je dat? Op het podium. Oh, mooi. Bij dat grootste orgel ter wereld. En nou zit er toevallig hier wat in. Dat ga ik aan jou ook geven. Dat is een moederdaggeschenk van Hour of Power. En er staat erop. Love and be loved. Je hebt geen bril nodig. Nee. Nee, ik wel. Ja. Nou, dat kun je overal. Hè? Dat kun je tussen je muziek stukken steken. Oké. Okay. Ik heb ook nog wat voor jou. Meen je dan? Ja. Dat is mijn nieuwe cd, The Trumpet is My Voice. Mag ik je wat zeggen? Ja. Die heb ik al. Echt? Maar dan geef ik hem aan mijn moeder als je het niet erg vindt. Oh, oké, okay, prima. Want daar staat hier op deze cd staat Der Vögelfänger. En dat vind ik zo'n leuk stuk muziek. En als ik 's morgens vrolijk wakker wil worden, dan zet ik dat stukje op. Dus hartelijk dank, maar graag ik vind gedaan. Het een prachtige cd. Dank u wel. Hij staat er wel mooi op, zeg. Maar we hebben je haar niet zo als hier. Ja, mijn pony is weg, hè? Oh ja, ja, nee, dat kan wel. Dit is meer klassieker. Okay. Dus dan heb ik nou nog een dingetje voor je. Dat vond ik leuk. We zitten hier te midden van bloemen die we van een trouwe Hour of Power en een bollenkweker hebben gekregen. En dit is de, wat denk je? Raad eens. Geen idee. Het heeft alles met jou te maken. De trompetnarcist. Oh, echt? Ja. Wauw. Mooi hoor. Neem me mee. Ze gaan zeker nog 5 weken mee. Ja, okay. Nou, terwijl Melissa...